Hallo, hier is Kingo, terug bij Minecraft Vita Beast Infinity Pack. Hey jongens, op een of andere reden is mijn GUI in één keer paars. Dat is heel raar, waarom is het in één keer paars? En dat gebeurt alleen als ik in F5 zit. Oké, sure. Maar in ieder geval jongens, ik heb wat gedaan sinds de vorige episode, want ik wou mijn... Mijn energy collector machines, dus die dingen die je hiernaast zie staan, die wil ik even laten lopen en die is natuurlijk heel lang aan het lopen. De hoeveelheid ijs die erin zit is best wel heel veel eigenlijk al. Maar ik heb dus, om die tijd dus te doden, ik wou niet de hele tijd AFK staan, dus wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon mijn beest een klein beetje aangepast, een beetje vergroot, mijn boom. En dan ga ik dus nu eerst laten zien en dan wil ik even wat uitleg geven over wat ik allemaal van plan ben. Dus ja, het allereerste is dus hier een mooi balkonnetje, want ik vond het altijd zo nice om hier te staan en dan naar, en naar mijn quarry te kunnen kijken en allemaal andere dingetjes, zoals heel dat bos daar zo. Want ik ben misschien van plan om een beetje meer die kant ook een beetje op te gaan. Ik wou sowieso iets doen met dat bos eigenlijk. Maar dat wou ik zeg maar de bijen gaan doen. Maar ik weet niet wanneer ik dat precies ga doen, maar dat wou ik in ieder geval bij dat bos doen. Anyway, ik heb dus dit, dit is niet het enige wat ik heb aangepast. Want ik heb ook, dat kan je trouwens wel zien. Ik heb even mijn home beacon gezet, maar je ziet het op de minimap al. En ik heb dus even alles verplaatst. Ik heb mijn Tomcraft gebeuren vandaar naar hier gezet voor nu. Terwijl onder een waterpoeltje heb ik even verkleind en hier gezet. En nou laten we eerst maar eens kijken dan wat er hierin is gekomen. Dus ik weet niet precies hoe lang ik heb gewerkt. Het is redelijk lang. Ik denk een uur of 4, 5 wel. Ongeveer zo lang. Het is best wel wat dat ik hier heb gestaan. Maar een deel daarvan was ook wel AFK. En een deel was dus werken aan mijn base. Maar we hebben nu zoveel glowstone gemaakt. Dus dit is, ik weet niet precies hoeveel het is, maar... Pak 25.000 per stack, dus dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bijna 8. Dus dat is bijna 200.000 EMC. Maar dat is alleen van dit jongens. Maar wat ik ook heb gedaan, en daar moet ik even wat meer uitleg over geven, is... dat ziet er opeens raar uit. Maar jongens, dat ziet er opeens heel raar uit. Nou, hier kan je trouwens al een beetje zien. Ik heb wat nieuwe items gemaakt. Dus dit wou ik dus eigenlijk... op de episode toen, maar anders dan was heel deze episode nog steeds met dit systeem bezig geweest. En dat zijn de afgelopen 3 episodes al geweest. Dus ik dacht van, ik doe dat gewoon op screen en ik ga er nu even wat over vertellen. Dus hierachter zitten gewoon kabels. Zoals je kan zien, als je het nu leest, staat er Applied Energetics 2 kabel and or bus. Dus dat zit hier allemaal onder en daar zit ook een kabel of iets dergelijks achter. En dit is een normaal stukje hout, maar deze dingen, deze 5, dat zijn façades. Oftewel... panelen die je op, panelen die je bovenop kabels kan zetten. Dus als ik bijvoorbeeld dit nu weghaal, ploek, zoals je kan zien, dit is dus die kabel. En dan plaats ik dus dit ding daarvoor. Dus dit is dat ding. Ik weet niet of ik het eventueel kan zien, maar hier heb je het. De façades. En die plaats je dan zo er gewoon op. En dan, ja, is het heel mooi, heel smooth. En dat vind ik echt nice. Ik vind het echt super nice. Maar er is iets anders. Jullie zien nu dat mijn dingen is weg. Waar is mijn, mijn poort? Met hoe ik hierbij moet komen. Wat is dit? Huh? En dat is omdat ik heb besloten om mijn kamer, mijn room te doen, waar ik alles ga doen in het begin, om dat hierboven te doen. Dus ik heb een tweede verdieping gewerkt en dan gaan we zo meteen naartoe. We kunnen gewoon met de elevator gaan, maar we kunnen ook met de trap, maar we kunnen ook met de elevator. En ik wou liever met de elevator, want dan ben ik er in één keer. Dus jongens, de kamer die ik heb gemaakt hierboven is dit. Oké, we gaan even naar hier. There we go, jongens. Dit is de kamer. En zoals je hier kan zien, hier staat onze crafting terminal. En zoals je kan zien, zit het ook in het hout. En dit is dus hetzelfde werk als met die kabels. Ik kan gewoon zo'n façade op die kabel zetten. Dus er loopt zo'n hele kabel helemaal naar boven, hierachter. En naar dit ding. Dus als ik hier ga zitten, dan kan je meteen alle spullen zien. Dus we kunnen kijken naar iron, we kunnen onze diamonds kijken, alles en nog wat. En ik heb dus ook, moet ik even naar beneden gaan. Ik heb dus ook, even zien, ik heb dus 2 extra drives gemaakt. Dat zou ik nog doen, had ik gezegd in de vorige episode. En ik heb nog 6 nieuwe storage cellen gemaakt. Dus moet je nu kijken hoeveel ruimte we hebben. En ik heb dus ook echt al deze kisten geleegd, behalve mijn Blood Magic spullen. Die heb ik voor nu hier nog even in staan. En de rest is allemaal leeg, dus dit kan allemaal weg. Want dan kan ik hier misschien iets anders van doen. Want dit is nu niet meer mijn crafting area. Dit is daar nu klaar mee. En mijn echte crafting area komt dus hier boven. Dus dit is zeg maar nu de kamer van de control panel van mijn ME system. Voor nu. Uiteindelijk wordt mijn ME system veel groter. En dan kan dat niet meer hier. Moet ik het op een andere plek doen. Waarschijnlijk doe ik dat. Waarschijnlijk ben ik nog van plan om dit dan te verplaatsen naar hier. Naar deze kamer. Van heel deze kamer dan één grote kamer te maken. Puur voor Applied Energetics
en de Gistex spulletjes. En ja, wat ik dus nog even wil doen, ik neem dus even deze furnace mee. Want ik wil die furnace, moet ik hierboven gaan plaatsen. Want aangezien dit toch mijn workplace wordt voor nu, wil ik wel even zorgen dat hier genoeg plek is en zo, genoeg spulletjes. Dus ja, nou. En dan kunnen we niet verder naar boven, kunnen we wel naar beneden. Heb ik hier nog wat aangepast? Dit heb ik iets aangepast. Dit heb ik iets van verzet. Dus dat moet trouwens nog dirt worden, maar oké. Okay. En dat komt, en ik heb hier een beetje aangepast, als je kan zien. De boom is misschien iets anders. En dat komt omdat ik heel veel heb geëxperimenteerd met waar ik nou deze elevator wil hebben. Want ik had een beetje geëxperimenteerd om die eerst... oh, kut, ik kan naar beneden. Ja, dan ga ik ook veel hebben. Maar om die eerst hier zo te zetten, zodat ik dan makkelijker meteen bij al mijn spullen kom. En dan gewoon zo door naar boven. Maar dat zag er niet mooi uit. Dan had ik het nog hier geprobeerd. Dus als je hier kan zien, dan zit ook een tweede muur achter en alles. Omdat ik, ja, daar was ik wat mee aan het experimenteren. Maar uiteindelijk ben ik er gewoon achter gekomen. Gewoon simpel, hier zo in het midden gewoon houden. Toch. De enige reden waarom ik dus niet in het midden wou, is omdat ik dan, ja, zo gedesoriënteerd word. Dan kom ik naar boven en dan weet ik niet waar ik heen moet. Maar op zich, ik werd juist meer gedesoriënteerd toen ik het verplaatste. Omdat ik toen niet meer wist waar ik heen moest. Dus dit werkt gewoon een stuk beter. Dit vind ik echt gewoon nice. Dus ja, jongens, dat is wel zo'n beetje van wat ik heb aangepast. Dus vanaf buiten ziet het er niet echt heel erg nieuw uit. Maar iets wat ik nog wel wil laten zien. En dat is dus mijn kool-produceer dingetje hieronder. En ja, jongens, we hebben veel kool. Veel charcoal. Meer dan 2000 charcoal hebben we al. Dat gaat echt niet normaal snel. Ik had echt niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Dus ik laat het in ieder geval gewoon lopen. Maar dat is iets waar ik dus wel moet oppassen. Want grote kans dat daardoor mijn hele... complete schijven vol komt te zitten met dat spul. Dus ja, ik denk dat dit... deze heeft één item. Ik denk serieus dat dat één item charcoal is. Gewoon omdat het... sorry, omdat het zoveel is. Gewoon zoveel charcoal dan. En ja, wat heb ik dus gedaan in die paar uur? Terwijl, want ik kwam er dus achter... oh, ik heb wel heel veel charcoal. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb continu een complete stack charcoal naar mijn quarry gebracht. En hem even flink laten lopen. En hij is nu al flink bezig geweest. Dus laten we maar eens gaan kijken wat er hier nog allemaal bij is gekomen. Dus zoals je nu kan zien, de diepte is nu daar zo. Dat zijn maar aan die rand, kan je zien hoe diep we nu zitten. Dus we zijn nu daar. Oh, ik heb vergeten dat hij ook mijn ladders gewoon wegneemt. Oké. Okay. Maar tot daar zijn we nu. Dus we zijn bijna op het lappen en zo level volgens mij. En zoals je kan zien, dit zijn de spullen die we nu hebben gekregen. En ik zet het altijd een beetje netter bij elkaar. En we hebben ook wel bijen gekregen. We hebben ook, dit is een, volgens mij, van wat ik weet van de modpack, is dat dit een best wel zeldzame bij is. Of een rare bij op zijn minst. Dus dat is wel nice. Want ja, forestry, de bijenmod zeg maar, wil ik uiteindelijk gaan doen om op die manier aan oneindig items te komen. Dan hoef ik dus niet met dingen te gaan werken, hoe heet het? Nee, wacht, om in ieder geval aan de moeilijke dingen te krijgen, zoals bijvoorbeeld gasteers en nether dingen en widderspullen, dat soort dingen. In de vorige modpack gebruikte ik daar essence, magical crops voor. En op zich vind ik magical crops beter. Maar ik wil gewoon een keer een nieuwe mod proberen. Ik bedoel, Magical Beast lijkt me vet. Ik weet niet hoe goed je dat kan automatiseren. Maar ik wil het een keer proberen. Of ik wil op zijn minst wil ik er wat onderzoek naar doen in mijn vrije tijd. En dan kijk ik wel of het geschikt is voor de serie. In ieder geval, ik ben er wel aan geïnteresseerd om er iets mee te gaan doen. Dus ja, dat is alles hier zo. Dus ik denk dat ik misschien even wat kan meenemen voor wat, wat waardevolle spelletjes. Dus ja, kool hoeft niet echt. Ja, ik neem gewoon dit mee dan. Ik neem gewoon wat voor jou mee, want dat is lekker veel EMC. Waard. En laat de rest maar even lekker lopen nog. Ik weet niet hoeveel kool nog in zat, maar dat zal. Anyway, jongens. Wat ik dus wil gaan doen in deze episode is beginnen met een nieuwe mod. Ja, weer met een nieuwe mod beginnen. Maar jongens, ik heb eventjes goed gelet op wat jullie wouden in de reacties. En heel veel van jullie wouden liever dat ik industrial mods ging doen dan magical mods. Maar deze serie, ik wil sowieso magical mods doen. Sowieso. Maar ik begrijp misschien dat als ik nu magical mods ga doen, dat het heel langzaam gaat. Dus wat ik dus van nu van plan ben om te doen, en ik wil gewoon vragen of jullie daar nou mee eens zijn, is ik ga nu technical mods doen, totdat ik op het punt ben dat ik op een makkelijke, goede manier tot dit misschien wat beter is, want dan kan ik dit de tijd geven om dus ook meer shit te produceren. En dan kan ik ook meteen, met de technical dingen kan ik de mods een beetje gaan verkennen. En als ik dan op een bepaald punt ben waarvan ik denk, jongens, nu heb ik echt genoeg items om echt wel weer met mods verder te gaan. Met magical mods verder te gaan natuurlijk. Dan schakelen we over terug naar de magical mods. Maar voor nu is het dus even Technic. En ik ben van plan om een nieuwe technical mod te gaan beginnen die ik nog nooit eerder heb gedaan. Dus niet Thermal Expansion, niet Buildcraft, niet Industrialcraft, maar een gloednieuwe.
Die ik, ja, misschien heb ik al een paar items ervan gebruikt. Maar in ieder geval, ik heb er een beetje gekeken. En er is bijvoorbeeld, die mod heeft een veel, veel, veel betere optie dan de Quarry van Buildcraft. En dat is, jongens, we gaan even kijken. Kan ik het doen? Waar is mijn GUI? Oké, oh. En die mod is Ender.io. Ja, jongens, we gaan Ender.io gaan doen nu. Yay. Want met deze mod heb je de Ender Quarry. Laat ik eventjes opzoeken, de Ender Quarry. Ender. En een van de belangrijkste redenen trouwens, of nee, niet een van de belangrijkste, maar een belangrijke reden waarom ik deze mod dus wil gaan doen, is omdat alle items, of bijna alle items, hebben een EMC-waarde. Dit is dus een van de weinige mods die een EMC-waarde heeft. Dus daar kunnen we heel erg veel nuttige dingen mee doen. Als we dus ergens één ding van hebben, en we hebben er super veel meer van nodig, dan kan ik die gewoon heel makkelijk krijgen. Dus dat is wat ik van plan ben om wat mee te gaan doen. En je hebt bijvoorbeeld dit ding ook, bijvoorbeeld gewoon een paar random items. De Experience Obelisk. Dit ding kan je gewoon XP in opslaan. Super nice is dit. Dus ik wacht, hoe duur is dat? Hoe goedkoop? Solarium, hoe krijg je dit spul? Dit is iets wat ik niet weet. Oh ja, alloy smelter. Je hebt dus ook heel veel alloys in de alloy smelter. En dat is super cool. Dus recipes. Hoe heet het? De alloy smelter kan je dus enorm veel dingen combineren. Sommige dingen zijn gewoon van Ender.io, maar sommige niet. En dat is gewoon, ja, dat vind ik ook zo vet. Allemaal van die alloys. Dus zeg maar, meerdere dingen smelten samen tot één ingot of één ore of één ding. Dus zoals dit ding ook, redstone met silicon, dat zorgt een redstone alloy, een redstone bar. Dus dit is solarium. Echt heel vet. Je hebt ook pulsating iron en alles met enderpearls. Omdat ja, het is een beetje in trans van enderman en enderpearls en enderdingen. Daarom ook ender.io. En dit is een soort van alternatief voor industrial craft. Dus er heeft ongeveer dezelfde dingen. Je hebt bijvoorbeeld een alloy smelter, zoals ik net overheen. Maar je hebt ook de sterling generator. Dat zijn bijvoorbeeld de basic generators. Dan heb je nog wel de wat moeilijkere generators. Dan heb je ook nog een zombie generator. En je kan ook op shifts kijken wat er dus gebeurt. Consumes nutrient, dus leef je to generate power. Dus dit ding is een zombie generator, die kan ik dus eten geven en dan zorgt het voor energie. Ook wel grappig. Maar het belangrijkste ding is dus de Ender Quarry. Dus laten we hem even naar Quarry. Oh, wel, even. Top. Nou, Capflock. Quarry, there we go. Die hebben we hem. En ja, kijk eens naar de kost, naar de waarde van dit ding: 227.000 EMC. Hoeveel zit hierin? Ongeveer 200.000 EMC. Ongeveer net zoveel. En dan plus dit erbij, hebben we net zoveel als wat dit ding waard is. Dus we kunnen hier naartoe gaan werken. En dat wil ik dus gaan doen. Want dit ding is, wat je mee kan doen met de Ender Quarry is, ten opzichte van de Buildcraft, is Buildcraft, als je de quarry maakt zoals dit. Dit gebruikt ongeveer 4 of, wacht, pak 9 chunks dit. Dit ding wat ik hier heb, dit ding, is 9 chunks. En dat is best wel een lading chunks. Maar kijk, als ik dan bijvoorbeeld stel nou, ik wil een quarry maken van 100 bij 100. Ja? Dan kost dat me gewoon iets van 64 chunks. Dat dan tegelijkertijd geladen moet zijn om dat ding te laten werken. En dat is heel erg onpraktisch. En het is enorm veel lag en weet ik het wel. Wat is nou de Ender Quarry nou beter? Nummer 1. Het laat maar 2 chunks per keer. 2 chunks. Nummer 2. Je kan hem zo groot maken als je wil. En het houdt nog steeds maar 2 chunks loaded. Dus je maakt hem 1000 bij 1000. Hij houdt 2 chunks loaded. De chunk waar de Ender Quarry in staat. En de chunk waar de Ender Quarry bezig is blokken weg te halen. Nummer 3. Een Ender Quarry dat verwijdert geen blok en laat geen enorm gat achter. Maar verplaatst het met dirt. Dus het blijft nog steeds een mooi gebied houden. Oké. Nummer 4. Je kan upgrades aan dat ding geven, waardoor ze veel, veel, veel sneller gaan. En waardoor je er Silk Touch, Fortune 3, van dat soort dingen op kan geven. Waardoor je dus zeg maar, als ik bijvoorbeeld een Diamond Ore mine, dat ik de Diamond Ore zelf naar boven laat komen. Of Fortune, waardoor ik dus meer diamonds en zo krijg. Daar kan je het allemaal mee doen. Met dit ding. Super nice. En het heeft dus gewoon energie nodig van redstone gebeuren. En daar kunnen we dan ook even kijken van hoe kunnen we dat goed verzorgen van goede energievoorraad. En dat kunnen we dus ook op dezelfde manier regelen als dit hier. Misschien dat ik daar even een mini EMC, ME system daarbij zet. Om het mogelijk te maken. En ja jongens, in ieder geval, dat is dus de way to go. Dus daar wil ik naartoe werken in deze sessie. Dus ja, niet deze sessie nog niet eens. Maar dat is dus de reden waarom ik met deze mod wil beginnen. Om uiteindelijk een Ender Quarry op te zetten. Hem echt gewoon enorm groot maken. Echt gewoon, nou 1000 bij 1000 misschien iets te groot. Maar in ieder geval sowieso... Van daar zo
tot en met helemaal thuis of zo. Iets van 100 of 200 bij 200. Ja, pak 200 bij 200 blokken wil ik gaan doen. Om helemaal weg te laten minen. En het mooie trouwens ook is van de Antiquary, dus dat kan je nummer 5 noemen. Is dat je het van boven naar beneden weghaalt. Dus dat is ook wel ziek. Het haalt zeg maar de blokken van boven naar beneden weg. Dus het is niet zo dat je eerst enorm veel dirt krijgt. En daarna pas de goede spullen. Helemaal op het einde pas de diamonds. Je krijgt gewoon tegelijkertijd ongeveer de diamonds en de dirt en alles. Dus dat is best wel nice gedaan. Maar goed jongens, genoeg galant ervan. Laten we maar gaan beginnen dan met Ender.io. Dus het eerste wat ik wil gaan maken, ik weet niet precies hoe dit werkt, wat je nou het beste kunt doen, maar het enige wat ik in ieder geval sowieso weet, is waar we naartoe moeten werken, is naar de alloy smelter. Dus dat gaan we als eerste doen, samen met een sterling generator. Dus hoe maak je dit ding? Dit ding maak je met basic gears, een piston, en een furnace en dan gewoon wat stone bricks. Okidoki. Dus stone. Oké, we hebben dus jou, pakken we wat uit. Ja, kool. Oh, ik vraag me af. Hebben we genoeg kool? Oh, dang. Hier, moet je kijken. Het is nu al veel meer geworden. Zo, dus even de helft daarin. Andere helft daarin. Even kijken. Oh, we moeten even... kom hier. Wacht, hoe kan ik dat ook weer doen? Was een manier waardoor ik dit makkelijk kon zoeken. Even kijken hoe het ook weer zat. Ik weet niet precies hoe dat nou ook weer zat. Ik denk, dan ga ik het helemaal verpesten. Mold, after tweaks, item name... Ja, ik hou het gewoon op dit, dat was het ook. Nee, ik wil zeg maar waardoor ik het hieronder in kan typen. Waardoor het dus in één keer hier naartoe kan gaan. Waardoor het dus in één keer daarin in die crafting grid kom hier zo. Maar dat gaat blijkbaar niet. Dus anyway, wat was nou nog? Piston. Dus piston. We hebben nog genoeg pistons. Dus eentje nodig. Dan hebben we nog... waarom is het? Ik denk het. Ender.io. Dan hebben we nog meer nodig. Deze gears. En dat is cobblestone en sticks. Oké. Easy enough, easy enough. Dus cob. Zo. En wood pakken we dan maar even. Wood pakken we gewoon eventjes. 1, 2, 3 van jou. En dan even deze lossen. Is dat ook meteen weg? Dat is wat makkelijker. En dan kunnen we het trouwens gewoon hier zo doen. Zo. En dan. Oh. Oké, ook goed. Zo. En dan gaan we de gears maken. Dus zo. 2 daar, daar, daar. 2 daar, 2 daar, 2 daar en 2 daar. Oké. We hadden eigenlijk maar één hoeven te maken, want we kunnen gewoon, als we meer willen, gewoon zo doen. En dan geven we alle gears van de wereld. Oh boy. Oh wow. Dat zijn serieus veel gears. Oeps, dat is misschien iets te veel. Anyway jongens, we houden het maar hier even op. Zo. En ja. Dan kunnen we dus nu de stelling engine maken. Dus we moeten alleen nog even dit pakken. Zo. En zo. Zo. Ik denk dat ik misschien trouwens hier nog wel gewoon een workbench ga zetten. Of ik moet gewoon derrewend raken. Kan ook nog. Wat mis ik nou nog? Gewoon een furnace, hè? Gewoon een normale furnace, ja. En wat moest hier nou nog naast? Wat? Oh ja, oké. Okay. I get it. Zo, zo, en dan zo. There we go. De sterling engines. Generators. En als we nog wat meer van deze dingen willen, dan gooien we even een van deze in. En dan hebben we meteen een hele lading ervan. Dus dat is nice. En dan, ja, laten we er maar eventjes gewoon twee van plaatsen. Ik denk daar en daar. Zo. Okidoki. Dus dit ding is dus gewoon het burnen van kool. En dan krijg je dus resto flux van. En zoals je hier kan zien, het is aan het oplopen. Dus laten we even oplopen. En dan gaan we dus nu kijken hoe we de machines kunnen maken. Dus de, hoe heet het? Wat ik trouwens ook naartoe wil werken meteen is capacitor banks. Capacitor banks, dat is zeg maar, wat denk ik? Dat is zeg maar energieopslag. Dus ik wil naar deze gaan. Maar je hebt zeg maar een basic, een normale en een fireburn. Dat is een hele goede en die stort echt belachelijk veel. Ik wil gewoon voor deze gaan uiteindelijk. Maar dan moeten we dus al dit soort dingen voor gaan maken. Basic capacitors en dan heb je die helemaal voor nodig. En dan gaan we dus ook dan even allemaal over. Ah, kijk. Lekker warm was dit. Nou ja, de hoeveelheid RF dat wordt opgeslagen. Maakt het trouwens ook een... Oh ja, dat geeft lekker een warm geluidje, warm gevoeltje. Dat is goed. Oké, maar we gingen dus nu door naar de alloy smelter. Here we go. Dus hoe maak je de alloy smelter? Nee, wacht. Ik heb wacht, waar is die nou? Daar is hem. Alloy smelter. Daar hebben we een cauldron voor nodig. Iron ingots, 3 furnaces en een machine casing. En de machine casing maak je op deze manier. Maak je dus met allemaal iron bars en dan de eerste basic capacitor. En die kost eigenlijk best wel veel, zoals je kan zien. Meer dan 1000. Dus laten we die maar gaan maken. Was er nou brons dat we er nodig hadden? Even kijken. Dit ding hebben we dus koper, redstone en golden nuggets.
Dus gold. Zo, dan maken we daar wat nuggets van. Dan hebben we redstone nodig. There we go. En dan hebben we een hele lading iron trouwens nog nodig. Zo. Ik kan trouwens dit beter even laten smelten. Dus even kijken. Zo en zo. En dan pakken we nog even wat meer kool. Het mooie is dat kool gewoon bovenaan mijn dingen nog staat. Dus, goddammit. Zo, en dan kan ik trouwens de helft hiervan pakken en daarin doen. En daar kan ik trouwens weer de helft van pakken, want zoveel heb ik het niet nodig. Zo. Oké, nou. Dan gaan we nu weer terug in het ding. En dan gaan we het de koper nog even pakken en dan kunnen we het maken. Dus zo, 1 koper daar. 2 van jou daar. Heel wat nuggets. En there we go. Basic capacitor. Oké. En dan laten we daar ook even wat meer van maken. Dus ja, dit is dus eigenlijk... Dit is puur de reden waarom ik dit dus wou doen, jongens. Deze mod. Omdat ik dan dus allemaal van die moeilijke dingen van dat je zoveel moet maken... Kan ik dat gewoon heel simpel doen. Dus hopelijk zijn jullie er ook wel blij mee dan. Want anders dan was ik nu echt nog lang niet hier, hè. Als ik echt al die dingen zo zelf moest maken. Ja, dus dan hebben we nu dat ding. Dan hebben we dus jou nodig. Heel wat iron chasings. Dus jou. 1, 2, 3, 4. Zo, en dan dit ding in het midden. Zo, dan hebben we een casing. Laten we daar dan maar wat meer van maken. En dan zo. 5 stuks. There we go. En wat hadden we nog meer nodig? De furnace en de cauldron. Oké. Dus dat is zo. De furnace. 1... 2, 3. Clear. Dan doen we jou. Gooi dit er trouwens terug in. Dit kan ook weer in. Dit kan er gewoon in voor nu. Wat machine eentje daar. De rest daar. Wat nog meer nodig? Cauldron en armor. Dat was het. En there we go. We hebben de alloy smelter. Oké. En daarvoor heb ik er voor nu maar even... Ik ga gewoon even één extraatje erbij gooien. Gewoon puur omdat we dan... wacht, nog even. Kom maar. There we go. Gewoon even omdat we die dan even veilig weg kunnen zetten als we er later meer nodig gaan hebben. Maar laten we dus nu maar de alloy smelter hiernaast zetten. Dus ploep, there he goes. En zoals je kan zien, het krijgt energie van dit ding. Want dit ding was bijna vol alweer. Dang. Ja, kijk, je hebt dus ook verschillende modes. Zoals furnace mode en alloy mode en alles. Ik doe gewoon al. Dan heb je ook nog de GUI die je kan helemaal kan customizen. En dit is best wel ziek. Want op deze manier kan je dus helemaal zeggen van waar je dus... items uit moet halen en waar die het dan in moet zetten en zo. En op deze manier kan je de source van automatiseren. Dus laat ik me even wat wood pakken dan, om dat even te laten zien hoe dat werkt. Maak ik even wat kisten. Ja, eigenlijk heb ik er 2 nodig, maar oké, het zal. En dan plaats ik dus een kist daar en een kist daar. Oké, dan gaan we dus hier weer erin en dan gaan we naar de configure kijken. En zoals je kan zien, je kan de kisten hier nu zien. En ik kan dus op de bovenkant klikken en dan kan ik dus kijken van, ik weet niet precies wat is de rechtermuisknop, dan kan je doen pull, push, pull and push, disable of niks. En wat dat allemaal is, betekent pool betekent als er een inventory hierboven staat, dus of een machine of een kist, dan haalt hij daar items uit. Hoe heet het? Pool, dat betekent dat hij het dus uithaalt. En disabled betekent dat je dus ook al wilt deze machine naar beneden wat gooien, dan lukt het niet. Dus wat ik dus nu even wil doen is zorgen dat deze naar push is. En ja, nu is het klaar. Dus wat dit ding nu doet is, als ik hier dus items inzet, wat dus kunnen worden gesmolten... Dan pakt dit ding dat meteen op en zet het daarna daarin. Dus wat ik dus nu gewoon kan doen is, ik pak mijn iron dust. Want daar had ik een hele lading van. Dus ik pak even 2 stacks eruit. Ik zet het hierin. En als het goed is, dan zou het in de alloy smelter moeten springen meteen. En dan zou het dus nu gesmolten moeten worden. En in deze kist worden gezet om dan later verder te produceren. Of verder te laten doen. Dus dat is super nice. Ik ga even kijken hoe het precies werkt. Want ik weet niet of dat 2 tegelijk doet ofzo. Oh, 3 tegelijk zelfs. Oeh, dang. Dat wist ik niet. Het doet 3 tegelijk. Oké. Okay. Oh ja, tuurlijk, want er zijn 3 slots. Dus dat is heel nice. Dat betekent dat dit gewoon een veel betere furnace is. Oftewel, deze dingen kunnen nu weg. En ik denk dat ik dan gewoon de 2e erbij ga zetten. Het energie loopt wel leeg, zoals je kan zien. Want dit ding verbruikt 2 keer zoveel als dit ding. Dus wat ik denk wat ik ga doen, aangezien ik dat nog allemaal bij me heb, is de alloy smelters. Is eventjes verschillende dingetjes maken. Dus ja, ik wil zeg maar dat er van alles gesmolten wordt. Dus wat ik gewoon ga doen... Is ik zet jou weg. Ik zet jou hier vooraan. Ik ga even naar configure. Ik pas dit aan op pull. En dit naar push. Oké. Dus wacht. Dit moet niks zijn trouwens. Niks. Dus doen we zo. Plaats ik hier nog een 2e van jou.
Zo, produceer kool. Beetje wat meer. Ik bedoel, kool is nu echt een probleem. Maar je kan gewoon een stacks aan charcoal pakken en het er gewoon in douwen. Zo. En ik wil dat hier aan deze kant precies hetzelfde doen. Dus ik wil jou daar hebben. Een alloy smelter daar. Kist daar. En dan een kist daar nog. Dus op die manier hebben we dus twee hele mooie smelters gemaakt. Wood. Om dus heel snel drie tegelijk dingen te kunnen smelten. En dan kunnen we ook meteen alloys maken. Dus, yeah. I like it. Dat vind ik nice. Voor nu. Ik denk dat ik later misschien ook wat hoger kan doen. Wacht, is dat misschien niet beter? Dat ik ze op de muur doe? Nou, weet je, ik doe dat later wel. Maar ik bedoel, ik kan nog steeds in de furnace, mocht ik het echt nodig hebben. Maar het is zorg maar dat ik het hier uithaal. Zo, heel simpel. En, okidoki, dat is alles. Oh ja, alles staat hier in dit ding. Dus ik pak trouwens de helft hier even uit. Dan. En ik douw het hierin. Zet hier nog even wat charcoal in. Zo. En, ja, laat maar lopen. Dus, okidoki.